Nou, ik weet niet of dat er te diep op de stof ingaat, maar we hebben nu zeg maar een softwareprogramma geschreven waarin je het 2D-veld eigenlijk hebt nagetekend. En daar kun je gewoon een lijn over trekken van nou, ik wil dat je deze bocht hier maakt en dan hier en je moet precies hier uitkomen en dan ga je deze handeling verrichten. Op dit moment is het grootste deel van het frame is al af. Dus de hardware componenten zeg maar, die zijn in elkaar gelast. Dus op dit moment zijn we echt bezig met het assembleren van alle componenten. Onderdelen zoals motoren, wielen, gearboxen, dat soort dingen, die zijn allemaal besteld. Ook een groot deel daarvan is al binnengekomen. Dus wij zitten nu echt te wachten op de laatste dingen. En dan kan de robot volledig in elkaar gezet worden en getest worden.